Vanaf deze week is Stichting Poesesnuitjes in het bezit van een dierentransportambulance. Deze ambulance zal het werk van deze stichting een stuk efficiënter maken. Stichting Poesesnuitjes houdt zich voornamelijk bezig met zwerfkatten. Zwangere zwerfpoezen die we opvangen. De moederloze kittens, zwerfpoezen met kittens. En in hoge uitzondering ook in nood verkerende katten. Wij hadden eerst een particuliere auto waar we mee reden, maar die begon aardig op leeftijd te komen. En toen hebben we een aanvraag ingediend bij Dierenlot. Dat gaat niet zomaar. Je moet echt een onderbouwd concept indienen. En dan krijg je op een gegeven moment bericht van ze dat ze voor een gesprek komen. En dan wordt het in het bestuur besproken of je wel of niet in aanmerking hiervoor komt. En dat is gelukt. Dit is de enige dierentransportambulance in Nijmegen. Die is heel belangrijk, zodat we veilig met onze mensen onderweg kunnen voor het ophalen van de zwerfkatten, voor meldingen dat we daar naartoe kunnen gaan, voor projecten die we uitvoeren, zodat we materialen kunnen vervoeren en dan ook veilig met de katten van en naar de dierenarts kunnen gaan. Het is niet echt een ambulance. Hij heeft wel een kast in beschikking waar wij wat materialen in kunnen doen, zoals het lokvoer en de dwangkooien kunnen we daar natuurlijk in kwijt en de vangkooien. Maar echt een ambulance kun je dit niet noemen. Het is niet zo als een dierenambulance die ook medische materialen vervoert. Dat hebben wij niet.